Angela Traag is reeds 14 jaar verloskundige van beroep en ervaart de situatie aangaande de waardering nog steeds als ondeugdelijk. In deze editie van de Week van de Verlos- en Verpleegkundigen praten we met Traag over deze situatie. Alhoewel we niet gewaardeerd worden, doe ik mijn werk met alle liefde, stel de verloskundige. Je moet hart hebben voor dit werk. Het is zeer verantwoordelijk werk. Tegenwoordig is het dat dus de HAVO-student de verloskundige opleiding mag volgen. Niet dat er dus een goede niet nagesproken worden, er zijn hele goede kandidaten. Maar de waardering, het blijft toch bij de waardering. De vroedvrouw is van mening dat kwalitatieve gezondheidszorg gepaard gaat met de beschikking hebben over voldoende apparatuur en personeel. Derhalve vindt Traag het belangrijk dat de regering investeert in goed functionerend apparatuur. Hoewel het niet alleen gaat om de financiële middelen, zou er ook hier naar gekeken moeten worden, merkt Traag op. Geen middelen om mee te werken, meer personeel, veel meer personeel. Want kijk, als je een dienst draait, dan wil je het natuurlijk bijvoorbeeld een middagdienst, een nachtdienst. Als je zegt van je hebt 3 verloskundigen, bijvoorbeeld bij mijn ziekenhuis, in het Sint-Vincent ziekenhuis, sta je goed. Dan sta je heel goed. Dus meer personeel, veel meer equipment om mee te werken. En natuurlijk de financiële waardering. Dan komt het zeker goed. Gezonde mama, gezonde baby, dat zijn dus de burgers van morgen. Als de regering echt naar me luistert, nou, dan gaat u echt wel goed gaan investeren in verloskunde. En dat is een betere toekomst voor morgen. Opmerkelijk is dat ondanks de slechte waardering de verloskundige de daad bij het woord voegt. Want, zegt Traag, ondanks de waardering beter kan, mogen de patiënten er niet onder lijden.